Yo, beste kijkers, welkom bij een nieuwe filmpje van Mooie Momenten. We zijn een tijdje geleden benaderd door een tv-ploeg van RTL. Zij wilden een nieuw programma gaan maken samen met Gordon. Daarbij wilden ze een image maken over het paranormale gebeuren. En ja, ze hebben ons benaderd, wat we natuurlijk heel erg leuk vinden. Dat hij met ons mee kan lopen tijdens het paranormale onderzoek. Ja, zij hebben zelf een mooie locatie geregeld, bij een kasteel in Doorwerth. Ja, dat was heel erg ja, leuk om mee te maken. De opnames waren niet zo heel lang, dus we hebben niet echt veel kunnen filmen. Wel mooie dingen kunnen ervaren. En als het nou echt een keer slecht is, goed. En daarbij willen we toch een mooi momentfilmpje maken. En natuurlijk ook altijd spannend natuurlijk, als er naar media meegaat of tv, maakt niet uit. Ja. Wij vonden het heel erg een leuke ervaring. En ja, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. En geef ons een like. En natuurlijk abonneren. Want zo houden jullie op de hoogte van onze nieuwe afleveringen die gaan komen. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Wonderland. Ja, en dat vind ik leuk. Ik heb erover nagedacht. Alleen wij. Les maar gewoon. Wij gaan alles af en kijken. Wij hebben ze net aan. Wij hebben ze net weer aan. En het is ook wij gaan jou alles leren wat wij weten over de doel van het onderzoek. En hoe lang doen jullie dit al? Het team zelf bestaat al zo'n 13 jaar. Maarten is ermee begonnen, 13 jaar geleden. Dat is tot het meest goed. Dat komt vanzelf, wacht maar. Ik wil vanavond niet te geestig doen, dat laat ik jullie over. Ja, ook aan de entiteiten die er zijn. Ja, als je entiteit heeft, hè? Ik hoop het wel. Maar even zonder flauw te doen. Is de kans dat we vanavond iets aantreffen, is die aanwezig? Ja, maar er is op kans dat we niks aan zeggen. Oké. Ja, kijk, het is zo, ze laten zich niet dwingen. Ze willen ofwel met ons in contact komen of niet met ons in contact komen. Nu is het wel zo dat bij dit geval dat het Kasteel Doorwerth, dat er wel bekend is dat er entiteiten zijn die behoorlijk aan de laten doen. Ja, dat is ook in 2004. Dat is net als hier een ridderverschijning. Er is inderdaad, ja, dus ik zelf niet eerlijk en ik heb er niet zoveel over gelezen. Ik probeer altijd zo blank dan mogelijk een kaartje binnen te gaan. Want als ik nu zeg, ja, ik zie daar een ridder, dan zeg je ja. Dat is leuk, die foto. Ja, die heb ik al gezien op de Discovery Channel. Dus voor mij was het nog niet bekend. Ja. Hetzelfde met de boot. Ja, wij mogen het sowieso. Ja. Maar beter niet. Maar wij gaan jou wel een t-shirt aantrekken. Want je bent wel lekker bezig. Ja. Maar verder, je gewoon een van onze t-shirts aan. Ja. Wat ik afvraag, even, hoe kom je bij elkaar? Ik bedoel, ik neem aan dat het hier zit. Nou ja, Maarten is het begonnen. Samen met zijn zus, hè? Samen met zijn zus, 30 jaar geleden. En ben jij dit begonnen omdat je een entiteit hebt waargenomen? Of omdat je dacht van, hé, ik zie spoken, ik moet nu gewoon... Ja, inderdaad, entiteit waargenomen. Ja, vroeger op de jonge leeftijd. Ja? En wat kun je dat even? Wat was dat voor ervaring? Toen was wel even heel erg schrikken, ja, zeker. Ja. En in ieder geval. Maar kun je dat omschrijven? Want ik heb het zelf ook een keer gehad. Ik vertelde net wel iets in het ding om te vertellen. Ja, dat was in de slaapkamer in slaap zat, maar toen werd ik wakker en toen kon ik voor de koude wind. Dus had ik dus gewoon naar klaar stonden. En nu kon ik klaar zijn. Dat was niet zonder. Nee. Ook niet zo zus. Nee, het was echt een onbekende entiteit voor jou. En vanaf daar is eigenlijk ook zijn interesse gewekt in het paranormale en is die mensen om zich heen gaan verzamelen. Is je langzaamaan begonnen met een locatie hier en een locatie daar en daar. Dus dit topteam uitgegroeid, wat ook bij mensen thuis langs mag komen om hen te helpen. Maar moet ik me dan voorstellen, ik weet niet of je die film hebt gezien, van Join. Ja. Ik ben een horror movie fanatic. En dat is jullie ook. Wij allemaal. Ja? Wij allemaal. Oh, wij allemaal. Hebben wat gemeen. Ja! Ik ben bij de Conjuring. Daar kwam dus een team thuis. En die gingen dus in het huis kijken. Met metertjes en laserstralen en weet ik wat. Hebben wij allemaal. Alleen, zoals het in de film is het nooit in het echt. In de film zie je iemand compleet staan en laat hij je strikken en komen ze aan kasten. Uit kasten? Ja, maar dat is Gordon in uitgevangen, toch? Ja, ik klap maar heel vaak dingen die afkomt dat ik erover nadenk. Ja, je bent niet de enige hoor. Je bent niet de enige hier zo. Hey, maar stel nou dat dit gebeurt dan bij jullie, is er dan niet bij jullie een soort van euforie van zien wel, het bestaat en het zit. Dat is de onderzoek die wij doen. Laat je het ook zien. Of laat je het ook zien op YouTube, zet je het uit. Laat je het weten. Als mensen kunnen naar jullie site gaan en er staan al heel veel filmpjes. Ja, de links naar de aflevering op YouTube die kan je op de website. Ja. En rechts is niks. Nee. Zal ik heel graag. Ik hoop dat het was. Ja, dat is. Hij is de grootste die je nog vindt. Ja? Maar die is er niet, die is zelf verleden. Nee, die is er niet geweest. Die is er helemaal. Ik kan nu heel gauw zeggen, hij mag niet vanaf praten. Hij heeft vanavond contact mee. Die kan wisselen. En jij hebt je shirt aan. Ja. Hey, waar zal ik hem verleden? Gewoon achter jou? Ja, nou. Je kan het proberen, ik ben redelijk breed. Gaan we even zo? Nee. We moeten toch even daar. Maar we hebben ook gewoon... Ja, nee, ik loop natuurlijk mee. Wat we hier hebben liggen zijn allerlei verschillende apparaten. De meeste werken op elektriciteit. En waar koop je dit? Op het internet. Meestal uit Amerika. Ja. Hier in Nederland kan je heel weinig vinden. Ja. We gaan wel proberen om zelf ook onze eigen dingen te ontwikkelen, maar dat staat nog heel erg in de kinderschoenen. Ja. Heel erg in de kinderschoenen. En wat is het, zeg maar, het meest succesvolle apparaat waar je echt maar... De K2 en de REM Pod, inderdaad. Ik zelf heb altijd heel goed... Dit is een REM Pod. Er zitten... Ja. Ik voel hem al aankomen. Ik rem niet voor potten. Nee, ik rem niet voor potten. De shampoo doen. Ik doe hem niet, hè. Ik heb weer gedaan. Nee, zeker. Echt fijn. Nee, dat is fijn voor de krijg. Wat gebeurt er als ik hier op druk? Niks. Nee, wat is dit dan? Dat ga je zo zien. Maar heel goed dat je het vraagt. Deze lampjes, er zit een antenne aan. Op het moment, ik kan wel even de rol aanzetten trouwens. Kijk, die lampjes, die hebben allemaal verschillende kleuren. Je ziet, ik kom in de buurt en hij gaat af. 1 lampje, 2 lampjes en een heel festival. Okay. Wij vragen heel vaak, houden we hem zo vast, dat wij hem niet af laten gaan. En dan vragen we aan een entiteit om in de buurt te komen. Bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Ben je een man? 1 lampje is ja, 2 lampjes is nee. Dat is eigenlijk een quiz. Dat is eigenlijk een quiz. Wij doen heel vaak quizzen. En heel vaak weet ik al welk antwoord ze gaan geven, want ik ben de quizmaster dan, dus dan heb ik het antwoord al. Kunnen ze winnen dan? Ja, een tripje naar het leven. Eeuwige rust. Een nieuwe kist. Eeuwige rust, kunnen ze winnen. Deze gebruiken wij heel veel. Ik krijg het ijskoud van je. Gooi het eruit. Ik wil graag dat de entiteit die bij Cindy aanwezig is, ook laat zien dat hij vandaag aanwezig is. Het enige wat je daarvoor moet doen is in de buurt te komen van mijn hand. Je mag daarvoor gebruik maken van mijn energie als dat het voor jou makkelijker maakt. En dan beweeg je jezelf in de buurt van de antenne. Dan zie je dat de antenne afgaat. Zou je dit voor mij kunnen doen? Zou je alsjeblieft in de buurt willen komen van mijn apparatuur? Je mag ook in de buurt komen van Gordon, door gebruik te maken van mijn energie. Om het lampje af te laten gaan die hij in zijn handen heeft. Ik vraag om de entiteit niet om Maria. I know, maar dit is echt zo van... Echt die boosje. Maar het is niet in de emotionele zin, maar echt meer van wat doen jullie hier? Kan je dan vragen of dat hij die boosheid op dit apparaatje loslaat? Voor mij laten zien wie hier de baas is. Dat is echt ook wat ik voel. Controle, nog steeds in handen. van deze mensen. Waar hoor je nou? Laat het dicht er allemaal doen. Kom maar hoor. Dat mag ook. Je mag koude wind langs ons laten gaan. Je mag ons aanraken. Je mag een tik op mijn hoofd verkopen als je dat heel graag wil. Deze man is niet goed uit. Nee, zo even zo. Nee, zo even zo. Zo ja. Of iemand moet de ruimte uit halen. Ah, dit is echt bizar. Ik zag allemaal klok in schaduw. Ik zag ook die schaduw. Ik zag zo langs de muur, hè? Zo niet. Het is hier op slot, het is gewoon niet. Is er een andere weg naar hier? Bonita, zag jij hem niet? Ik was daar. Ik zag hem recht langs de muur schaduw. Het toilet van die gasten. Daar liep niemand, je zag zo'n schaduw langs de muur. Zag God! Langs de muur. Zag het echt? Ja. Nee, maar Cindy, is dat niet het toilet waar wij vanmiddag heen zijn geweest dan? Die was gewoon open. Heb jij hem gezien worden? Ik zag echt een schaduw. Ik weet dat hier een man mee is. Het is echt niet te geloven. Ik zie gewoon een schaduw langs die muur. Ja, maar er liep niemand. En niemand heeft zich weer aan het toilet. Niemand. Kan je nog een keer aan laten gaan? Kijk, het apparaat staat. Oh, wat? Kunnen we daar niet komen? Ja. Ja, dat moet kunnen. We moeten niet open aan het ding. Dat is bij de ingang. Hij is gesloten geworden. Lieve schat, is het niet gewoon de wc beneden? Ga je het apparaat? Laat Gordon even komen. Ja, laat Gordon even staan. Maar we kunnen er niet heen. Gordon, kom even. Ja. Niet wegjagen. Nou, zal ik een lichtflits. Ja, op hoor. Ik ga erover. Even goed met je K2 erbij, misschien dat je wat oppikt. Maar luister, ik zag echt een schaduw langs. Oh, ja, dat was jij. Kan die droger nog een keer aan? Ik ook. Cindy. Zie je dat apparaat daar? Waar je hand in kan steken? Dat apparaat gaat af. Oh, dit gaat jij. Kan je nog één keer de droger aanzetten? Sorry. Alsjeblieft. Maar ik doe het zo, oké? Alsjeblieft. Laat zien dat je er bent. Ik voel de hartslag van hem. Dat gaat naar zijn einde toe. Het is heel snel. En dan is het schat. Ja, dat is wel mooi, hè? Niet geweest net. Nee, hij stond boven. Nou, de apparaat viel het aan op het moment dat ik het vraag. Maar toen was hij straks. Maar net stond hier ook iemand. Dus kijk even voor de zekerheid of er iemand is. Nee, echt niet. Hij stond hier al. Oh, echt waar? Die is naar beneden gegaan. Betty is even naar beneden gegaan om te kijken of dat hij naar beneden gaat. Ja, dat heb ik ook in de picture. Maar die ging de hele tijd af, klopt dat? Ja. Klopt. Nee, dat is niet. Iedereen was, voor zover ik weet, was iedereen boven. Ik zat in de kamer hiernaast met Maarten, maar... Ja, iedereen is boven. Alle tijd. Danny. Schaduw, geen persoon. Dat is alles niemand. Is er ook niks bij? Nee, ik kan niet. Dat is helemaal niemand. Maar ook niks wat erin hangt? Uit de kleur van Anna. Ik ben aan het kijken, want ik kan het profiel van de persoon. Hij had een bril van mij gevonden, maar wie was er dan? Betty? Maar hoe komt het naar beneden? Even kijken. Ja, volg maar. Mag ik de gaan naar beneden? Kunnen we even naar beneden gaan? Ja, met het ding. Ja, kom mee. Kom mee, wij gaan naar beneden. Anders zou hij gewoon elke keer af moeten gaan. Dat beeld. Nou, het zegt gewoon, afwacht dan. Moet ik ook weer? Ja, als het ding aangaat, dan wordt het ook niet zo klaar. Hoe dan? Dat denk ik. Hey. Ja, ik ben weer aan het voelen. Ja man, voor je koud Teres. Voel je koud Teres? Echt niet normaal. Ja. Zo. Maar hij deed het net weer. Ik vroeg of hij het weer wil doen en precies op dat moment. EMF mee, kom. EMF mee. Kom maar. Ja. EMF of aan het EMF mee te geven. Ja. Ah, nou dat is goed. Deze gaat weg. Ja. Mooi. Is het zo? Ja, ik weet niet of ik nog aansluit, maar ik kan het niet meer doen. Maar daar vind ik wel sens voor. Ja, maar ik heb het niet meer. Ga je zelf geen aan laten gaan? Maarten, let ook. Ik keek hier zo naar beneden. Ik voelde nu gewoon de schaduw gaan. Zonder dat er persoon liep. Dat is echt een soort schaduw. Dus hier gewoon langs die muur. Dat gewoon de schaduw gaat terwijl er geen persoon liep. Oh, wow, dat is wel mooi. Jezus, is normaal. Normaal als schaduws heb je een persoon. Nu gewoon helemaal niks. Echt dat die droge onderzoek. Precies. Maar het is gewoon elke keer afwisselend wanneer die aangaat. Ja. En dat is gewoon het rare. Dus het is niet dat er iets tussen komt of zo, maar gewoon, ja, het is gewoon willekeurig wanneer degene zin heeft waarschijnlijk. Maar apart, toen bovenuit, toen ging echt achter elkaar of zo. Ja, daarom. Ja. En toen gaf Cindy en Wendy, die gaven elkaar aan, kun je hem nog een keer aandoen. En toen dat ze in één keer aan. Het kan geen toeval zijn. Precies. Maar anders dan was die lamp nu ook al lang uitgegaan. Kan je nou niet heel niks? Nee, wel, ja. Met die git die was. Ik zie het helemaal goed in de vel. Hou op hoor. Oh mijn god, dit gaat uit. Hey, ik heb hier een hard verzakking. Oh, je hebt het op film staan. Zeker. Oh man, oh. Dit kan gewoon niet, joh. Hey, die para. Wat mooi is, hij hebt het erover. En hij gaat af. Ging die parascoop af of niet? Nee, die ging niet af, maar... Hier ook niet echt lekker. Nee. Hè? Ik krijg gelijk bloedheet. Het is niet alleen mijn slechte conditie. Nee, precies. Echt niet alleen je conditie. Hey, en als het nou echt een keer slecht is, voel je het. Godverdomme! Echt slechter dan slecht? Ja.